Berg uit Hillegom. Welkom in mijn gezellige keuken. En terwijl het buiten koud en guur is, krijg ik altijd zin om iets lekkers te bakken. En dat ga ik dus ook doen. En ik vind het gezellig om dat samen met jullie te doen. Het worden Marokkaanse cupcakejes, maar dan wel koolhydraatarm. Dus kijk gezellig mee. Ik heb alles al goed voorbereid, dus we kunnen meteen van start. Ik heb hier 3 eitjes, even zo, maar dat ze er niet uitvallen, maar dat jullie het wel kunnen zien. Daar ga ik bij doen Griekse yoghurt, 250 milliliter. Dat gaan we even goed mengen met elkaar. En dit is de basis van het deegje. Zo. Even goed klutsen de eitjes door de yoghurt. Kan je misschien nu nog niet voorstellen dat dit een lekker cupcakejesdeeg wordt. Komt helemaal goed. Dan gaan we deze basis op smaak brengen met wat rozenwater. En dat wordt veel in de Marokkaanse keuken, de koekjes, etc. gebruikt. Dus ik doe daar een flinke lepel van in. Het is net iets groter, hè, dan een theelepel. En die lucht, dat is zo specifiek. Lekker is dat. Nou, we doen daar wat kaneel in. En ik doe er ook wat mix voor koekjes. Kruiden. Dat maakt hem net even wat pittiger. Dus behalve de kaneel. Snufje zout. En dan zoet ik hem met deze. Dat is eigenlijk gewoon een zoetstof. Tafelzoetstof. Wel op basis van stevia. En daar doe ik ook zo'n schepje van in. Is per zoetstof verschillend hoeveel je moet toevoegen. Dit meng ik weer even door. Stevia, hè, is een natuurlijke zoetstof. Plantje uit Paraguay. Wat ontzettende zoetkracht heeft. Maar dus geen invloed op je insulinespiegel. Waardoor het heel makkelijk te gebruiken is in koolhydraatarme producten. En toen het net op de markt kwam, de stevia, had het zo'n bittere nasmaak. Dat is allemaal verbeterd. Dus ga het gewoon lekker uitproberen. Dan ga ik door dit mengsel wat walnoten doen. Die maak ik wel even fijn in de hakselaar. 50 gram doe ik daarvan. En dat maakt natuurlijk altijd een beetje herrie. Dus even je oren dicht. Zo. Dan krijgen we net die lekkere bite door dat beslagje heen van de cupcakes. En dat mengen we er gewoon doorheen. Even goed roeren. Ja, en dan zijn we toe aan het amandelmeel. 200 gram amandelmeel. Amandelmeel heb je ook heel veel soorten in, hè? Dus kijk ook goed op de verpakking als je echt op de koolhydraten wil letten. Je hebt ook amandelmeel wat echt wel boven de 5 gram koolhydraten per 100 gram zit. Dus goed op letten. Goed mengen. En als laatste doen we dan door dit deegje de bakpoeder. Dat is 8 gram. Dat is zeg maar een half zakje. Bakpoeder zorgt ervoor, als het verwarmd wordt, dat het ook gaat rijzen. Dus dat we lekkere, luchtige cupcakejes krijgen. De oven, die moet al voor het verwarmen staan op 180 graden. En dan kunnen we dus de vormpjes gaan vullen met het beslag. En ik dacht dat ik meer van deze had, maar dat heb ik dus niet. Dus ik heb er even vormpjes bij gezet. Ja, zoals je ziet zijn het er iets meer geworden. 15. Ze gaan nu een half uurtje in de oven. En dan hebben we het resultaat. Zo staan ze te bakken, hoor. Ja, en zo komen al die lekkere cupcakejes uit de oven. Een beetje aan de bruine kant, dus het mag ietsje korter.
plaats van 30 minuutjes zou ik even 25 doen. Ja, en zo gaan we ervan genieten. Vergeet niet om even op de abonneerknop te drukken voor meer koolhydraatarme en andere gezellige dingen. Tot de volgende keer!